Het is vandaag zondag. En wij gaan hardlopen. Ik heb misschien 1 of 2 keer in mijn leven hard gelopen. En dat was denk ik 3 jaar geleden of zo. Dus we gaan zien. Zo. Even een dagcremetje op mijn gezichtje smert. Misschien wat lippenbalsem op. Tanden poetsen. Ik heb deze trui aan van Chiquelle en een sportlegging. En dan hopen dat dat me geluk gaat brengen. Moet het hardlopen. Hardlopen is niks voor mij. Ik ga het echt nooit meer doen. Miel die is wel fanatiek. Dus die is een grote rondje gaan lopen. Maar ik stop. Nou, we zijn thuis van hardlopen, soort van. Nee, Miu die ging alvast verder oplopen, want die is veel beter dan wat ik ben. En ik had er geen zin meer in. Maar ik heb wel 2 kilometer gelopen en gedaan. Maar ik ga nu bananenbrood maken, want ik had het dus al een tijdje geleden gemaakt. Alleen die was toen echt best wel vies geworden en ik had toen niet het goede bakpoeder gedaan. Want je hebt dus deze nodig. En ik had toen deze gebruikt. En ik kreeg een reactie onder die video dat dat ook wel uitmaakt voor de smaak. Dus ik ga het opnieuw maken. Even alles pakken wat ik nodig heb. Oh ja, wat ook heel belangrijk is, is 2 rijpe bananen. Nou, deze zijn alles sowieso rijp, bedoel ik. Vorige keer had ik nog best wel een beetje groene bananen gebruikt. En dat is dus een stuk minder zoet. Dan heb je kokosmeel nodig. Amandelmeel. Kokosrasp. Kaneelzout. Die baking soda dan, amandelen, 2 bananen volgens mij. Even kijken. Oh, dit is trouwens een koolhydraatarm bananenbrood, dus ja. Ja, 2 rijpe bananen, 3 eieren. En wat is het? Oké, ik ga het even pakken. En natuurlijk een beslagkom. Oké, even kijken wat je moet doen. Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe de bananen in een blender en maal ze fijn. Breng vervolgens alle droge ingrediënten in de grote kom aan. Voeg de gemalen banaan en de eieren toe aan de kom en breng garde tot een glad beslag. Maar kan ik die banaan niet gewoon prakken? Ja, ik ga ze gewoon prakken denk ik, want anders blijft heel veel in die blender zitten. Dan, oh, eerst de oven voorvormen. Hoe lang moet ze in de oven straks? 55 minuten. Moest op 175 graden. En dan 55 minuten. Ik ga beginnen met de bananen pakken. Het gaat al een stuk makkelijker dan de vorige keer. Oké, het ziet er nu zo uit. Een beetje als appelmoes met stukjes. Nee. Dan moet je. Even kijken hoe ik jullie het best. Dan moet je de beslagkom pakken. En even kijken. Meng vervolgens alle droge ingrediënten in een grote kom. Voeg daar de gemalen bananen toe en de eieren. Oké. Even kijken. Kokosmeel, daar moet je 2 eetlepels van mee doen. Zo. 1 eetlepel geraspte kokos. Anderhalve theelepel bakpoeder. En hier staat op dat 1 zakje 1 theelepel is. Dus 1,5 zakje moet erin. Zo. Dan 130 gram amandelmeel. Even een weegschaal pakken. Oké, even kijken. De bak met het spul erin is
262. Oké, dan moet hij uiteindelijk op 392 komen. Voor 130 gram. Kaneel moet er nog bij en zout. Als je een beetje dit zo doet erin. Hoeveel kaneel moet er nou in? Een snufje, of was een snufje? Weet ik het. Er zit een snufje. Nog een beetje zout. Oké, dan ga ik de eieren erbij doen. Dat ga ik alvast een beetje met een garde door elkaar mixen. En dan daarna, als het een beetje gemixt is, doe ik de eieren erbij. Of de bananen bedoel ik. De bananen. Oké, ik moet dus uiteindelijk een glad beslag worden. Dus ik denk dat ik gewoon een mixer erbij ga pakken. Dat dat dan makkelijker is. Beter uit dan vorige keer. Ik heb hier de bakvorm. Die ga ik een klein beetje invetten met olijfolie. Dan ga ik het beslag erin doen. Zo, het brood. Oh, je ziet echt geen reet. Zit erin. Dan doe ik er nog een klein beetje kaneel overheen, want het lijkt me wel lekker. En dan nog een beetje ongebrande amandelen. Daar ga ik hem de oven in doen. Ik hoop dat hij deze keer lekker wordt. Bananenbroodjes in een oven. Ik heb eventjes een stukje opgenomen voor een extra video. En bananenbrood is klaar. Ik had hem geproefd en hij is echt veel en veel lekkerder geworden dan de vorige keer. Dus ik zal het recept van die website wel eventjes in de beschrijving zetten. Maar dit is dus een koolhydraatarm bananenbrood. Als je echt een lekker zoet suikerig bananenbrood wil, moet je gewoon zo'n pak van Dr. Oetker kopen. En niet dit recept doen. Maar dit is dus wel een stukje beter. Ik moet wel echt rijpe bananen gebruiken. Want ik heb wel echt gemerkt dat daardoor het brood wel weer wat zoeter wordt en zo. En we hebben net eventjes in de tuin gesport. Heel goed van ons. En nu ga ik lekker filmpjes kijken op de bank. Het is nu 4:00. En, oh, mijn camera die was leeg. Omdat ik nog een extra video ging opnemen. Dus die is nu weer opgeladen. Ik weet niet wat we vanavond gaan eten, eigenlijk eerlijk gezegd. Oh, en trouwens, dat bananenbrood kan je 2 tot 3 dagen bewaren. Maar je kan het dus ook invriezen, zodat je het langer kan bewaren. Dus dat heb ik nu gedaan. Ik heb 2 plakjes voor morgen en voor overmorgen dan bewaard. Pardon. En de rest heb ik ingevroren. Ik heb eventjes gedoucht, want Milan vond dat ik stonk. Dus ik heb gedoucht. En we gaan eventjes spulletjes pakken, want we gaan bij mijn moeder slapen. Hé, waar is mijn laptop dan? Ik weet het niet. Sowieso is die wel hier. Nee, heb je hem verstopt? Nee, ik heb hem echt niet. Hij was hier echt niet.
video die heb ik helemaal bewerkt. En hij is nu ook 100% voltooid. Dus nu kan ik hem erop zetten. Zodat hij morgen om 12 uur online komt. Het is nu 9:15. We zijn trouwens bij mijn moeder, had ik het al verteld. Ik weet niet. We zijn bij mijn moeder aangekomen, want we blijven hier vanavond slapen. En we gaan nu eventjes lekker in bed liggen, filmpjes kijken en zo nog. Want daar hebben we zin in. En morgen heb ik weer online school. En hoop ik dat ergens binnenkort mijn kralen binnenkomen. Maar het duurde 5 werkdagen, dus ik heb het vrijdag besteld. Dus ik weet niet dat het er morgen al is. Maar het is vandaag maandag, de volgende dag. En ik zie dat ik gisteren de weekvlog helemaal niet heb afgesloten. En ik heb hem nu ook helemaal bewerkt. En hij is best wel een beetje kort geworden. Hij is 11 minuten en ik heb er niet echt iets boeiends in gedaan. Dus sorry, ik hoop dat jullie de vlog die voor jullie morgen online komt leuker vindt. Daar ga ik namelijk in laten zien ook hoe ik mijn foto's bewerk en zo. Maar ja, ik had deze dag gewoon eventjes niet zoveel te doen. En dat kan ook een keertje gebeuren. Dus ik hoop dat jullie de vlog alsnog een beetje leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen weer.